Hey, hallo Corine hier. Ik wil jullie even dit boekje laten zien. Het is een klein albumpje wat ik gemaakt heb met de Janine's Mindful Art Collection van Studio Light. Uh, ik heb het boekje niet live gemaakt deze keer, omdat het voor mij de eerste keer was dat ik zo'n soort boekje zou maken. En. Uh, het gaat dan eigenlijk om dit gedeelte. Dat had ik dus nog nooit gedaan, maar ik zag dat idee op Pinterest voorbij komen. Ik denk ja, dat wil ik maken. Dat vind ik gewoon leuk. En omdat ik allerlei diverse voorbeeldjes mee wil nemen naar de creatie volgende week, dacht ik: nou, hup, even snel aan de slag. Ik had nog een beetje chipboard liggen, dus ik denk: nou, hup, oké, we gaan. Dus ik heb hem gemaakt van chipboard. Dat zit hier dus aan de voorkant, achterkant. Je kan het wel horen. Het is hard. En dat heb ik bekleed eerst met zwart uh, karton. Het is linnekarton. Normaal gesproken doe ik dat eigenlijk met dat zwarte kraftkarton, karton, maar daar had ik niet meer voldoende. Dus ik denk, nou, dan maar met linnen Verder heb ik dus uh, gebruik gemaakt van het designpapier. Nou ja, goed, dat heeft eigenlijk al niet heel erg veel nodig. Ik heb er toch nog wel een beetje op gestempeld. Ik heb er een beetje van dat Vintage Legends spul van Cadence op gesmeerd. Ik heb uh, het slot en de sleutel gebruikt. Ook uit de geninelijn. lijn. En dat heb ik eerst uit zwart karton gestanst. En daarna heb ik het met de wax van Cosa behandeld. Uh, een stempeltje, volgens mij had ik dat al gezegd. Nou, er staat nog een tekst op. Strikje spreekt voor zich. En dan gaan we hem openmaken. Tadaa. Hij zit vast met een klittenbandje, Want ik was vergeten met magneetjes. Maar ik dacht, ja. Er staat best wel spanning op. Dat gaat hij toch niet halen. Dus. Aan beide kanten een magneetje. Hier zie je trouwens nog iets. Een stukje. Dus heel, heel subtiel. Maar er zit. Uh, met een mask gedaan. Dat heb ik trouwens hier ook nog gedaan. Ik weet niet of dat je dat ziet. Die kruisjes. Nou, en hier dus die stippeltjes. Dat heb ik gewoon met. Uh, hoe heet het spul met, met, met uh, texture paste heb ik toch gedaan nou en als je hem dan openmaakt dan zie je dus het geheim het is eigenlijk een verstopboekje je kan er gewoon nog iets van een paar theelichtjes in doen om cadeau te doen je kan er chocolaatjes in verstoppen wat je wil heel klein dingetje of wat fotootjes ik vond het wel heel erg leuk om te maken. En dan ging het eigenlijk om dit gedeelte. Dat was zo best wel even nadenken. Nou, dat heb ik dus gewoon gemaakt uit een strook karton. En die moet je dan om en om vouwen. En ja, dat doe je vier keer. Je maakt bepaald even de breedte van je boekje. En hier de breedte. En dan ga je ze in elkaar stoppen. Dat doe je ook echt om en om. En dan zie je hier heb ik helemaal geen lijm gedaan. Ik heb alleen de top en de bodem gelijmd. En daarna heb ik later nog even met een mal van de Create Happiness. Er zit zo'n mooi kartelrandje aan. Ik denk, nou, dan is eigenlijk aan de binnenkant dat. dat, dat uh, ja, hoe noem je dat? Dat vouwwerk weggewerkt. Vond ik net weer iets wat netter. Nou, en dan nog een beetje versierseltjes erop. Nou, en hier doe ik niks op, want ik ja, vind dat eigenlijk gewoon heel mooi papier. Dus vind ik zonde om dat te bewerken. Nou, en dat was mijn boekje. Ja. Maar ik wilde hem toch even laten zien, want iedereen gaat niet naar de Creadoe waarschijnlijk. Dat zou dan ook wel heel erg druk worden als iedereen ging. Maar wie ik dan wel zie, dat, uh, dat ga ik daar wel bekijken. En uh, nou ja, goed tot mijn volgende filmpje. En dan ga ik weer proberen om iets te maken live. Dat is toch wel leuker voor jullie. Bedankt, doei doei!